De stichting MFA Maasbree heeft de 3 kandidaatnamen van de nieuwe multifunctionele accommodatie bekendgemaakt. Uit ruim 100 inzendingen zijn de namen het Dorpshoes, het Hert en het Hoes van Bree naar voren gekomen als kanshebbers. De stichting heeft eind vorig jaar de inwoners van Maasbree gevraagd mee op zoek te gaan naar een passende naam voor het MFA, het middelpunt van het dorp. Tot 1 maart kan er onder andere via de website mfamaasbree.nl gestemd worden op de 3 namen. De 14-jarige Eva Meijer uit Grashoek is op zaterdag 30 januari tweede geworden bij de Limburgse Jeugd Butekampioenschappen in Maasbracht. Haar buut, de cheerleader, eindigde in de categorie jongeren net achter de buut Quinn Coureur en Opleiding van Quinn Hansen uit Herkenbosch. Eva trad al voor het 5e jaar op rij op met een buut.